Welkom iedereen bij een aflevering van eerste aflevering, de derde aflevering van de draft. Paddy heeft al twee wins en daarna is het gewoon kijken. Ik ben nu even aan het kijken wat het beste is. Even kijken, wat is waar ze hebben mensen nog andere team? Ja, Milan stuurde me ook nog wat dingen van tevoren. Ander team. Wat is slim? Fuck it, Mine, Mega Man en Chrome Slash. Done. Kijken. Ik vind het wel mooi. Milan zei nu net tegen me. Ja, ik verspreid mijn aanvallen. Ja, ik. Close Combat is ook een spread move in de game. Klimora en Household. Oeh, Cyclist Hour, nice. Ja, ik ga meteen maar weg. Dit is ook geen gooi, het is een Rock Poison. Rock Poison ding. En laat ik daar nou ook nog net niet de dingen voor hebben. Gaan we naar mijn Chrome Slash. Wel geen, nou, dat is op zich raar, want het was misschien beter geweest om te break swipen tegenover de Glimora, maar misschien nee. Ik zweer, als Milan zo meteen weer gaat zeggen van ja, ik doe spread moves, focus je alsjeblieft even op de Glimora, man. Ja, dat was te verwachten. Ik heb ook geen. That's not very effective. Huh. Dat is interessant. Ja, ik kan Calm Minden. Of ik kan Hyper Voice. Fuck it, Terra Blast op de Glimora. Het is een Rock Poison, dus raar dat die staat not very effective. Waarom? Waarom? Dan wissel je al een mond toe waarmee je mensen wil helpen en je wordt gewoon genakt. Ik snap hem niet. Dan wil je ervoor zorgen dat je mensen helpt met de dingen en dan is het gewoon van nope. Ja, dan weet ik het ook niet dan. Want ja, ik zie ook in het team van Sander zie ik ook niks wat zometeen de ding kan killen. Ja, fuck it.
Nou ja, ik hoop dat... Dat Milan nu wel focust op de... op de ding. Ik ga gewoon dischargen. Fuck it. Ik weet ook niet of die Volt Absorb heeft, ja of nee. Why? Milan, why? Wat hebben mensen met een super effective button? Holy shit. Want als die zometeen weer de Palafin heeft, ik heb nu niks meer. Dit noemen we ook gewoon wraak op Jordi. Holy shit. Shit, wat krijgt hij? Krijgt hij een boost in defense, speed, special attack? Oké. Hij is fire poison. Fuck it. Ik ga hem maar gewoon een keer protecten. Ik vind het dan op zich wel geinig. Jordi doet niks. Focus zich nog op niemand. En dan wordt alles gewonshot door de persoon. Nou ja, ik zweer, als Milan wil mij gaat focussen, dan ga ik de rest van de aflevering alleen nog maar op hem. Ja, it's not very effective en Angie Boss ook not very effective. Ja, ik ga hem ook niet focussen op Sander, dat vind ik ook zo flauw. Ja, ik heb niks, want... Ja, dit is ook kut dat hij een ding heeft genakt. Fuck it. Dan ben je bal op de ding. Nou. Zo kan je het ook zien en ik heb dan niemand geraakt. Ja, ik ben Fire Psychic, dus... Ja. Dit is echt niet het toernooi voor mij, dit keer. Ja, ik ben klaar, dus... Ja. Ik ga toch dood, dus maakt niet uit wat ik deze beurt doe. En ik zweer, als iemand mij heeft gesucker punched of priority, dat wordt mijn focus voor de volgende ronde. Holy shit. Maar laat me dan ook gewoon even eervol sterven met mijn 17 HP. Ja, White Herb. En daar gaat de poison. En ik ben klaar. Hm.
Ja, dat is de fight tegen... Ik ben gewoon eeuwig derde in dit toernooi. Eeuwig derde. Oh, hij heeft Choice Scarf. Ah, dat is op zich interessant, hè. Dit vind ik dan ook weer zo'n mooie. Dit vind ik dan ook weer zo'n mooie. Zo van, wacht even, raak fucking Paddy. Hij zit fucking naast je. Nee. Nee, we focussen op elkaar behalve Paddy. Paddy wint gewoon door default. Echt. Dit is volgens mij het mooiste toernooi voor Paddy ooit. Iedereen is drukker met elkaar bezig dan met Paddy. Want ja, die is Fire Poison. Ik denk niet dat Tatsugiri Earth Power leert of zo. Dus. Dit is klaar. Wacht even. Tatsugiri had niet volledig HP. Hield Revival Blessing niet volledig? Ah. Huh. Wat voor type heeft hij? Dragon. Ik weet niet wat ik daarvan moet vinden, maar oké. Nou, Dragon Claw is geen verkeerde om te doen. De Dragon Claw killt, alleen de vraag is wat is zijn laatste mon. Oké, dan is alleen... Ah. Ja, weakened the attack, maar dat hangt een beetje af van als deze een ice move heeft, dan kan het nog interessant worden. Ja, was te verwachten. Ja, het was nu echt handig geweest als iemand Deathlink Gleam had gehad, hè? Ik snap Milan niet, ik snap hem niet. Ik denk dat hij misschien salty was omdat ik zijn Mousehold U-turnde. Maar ja... Ik had liever ook gewoon niet dat ding geraakt, want als ik Glimmora raak, krijg ik Toxic Debris. En ik heb niks wat die damage kan teken. Die snap ik niet. Waarom water? Want hij is Grass Dark, dus als ik Bugfire... Ja, op zich, ik snap water. Ik snap water wel. Het is bang voor vuur, maar niemand heeft heel veel vuurtypes. Ik heb een Armor Rouge en volgens mij was Sandin degene met de Skeledurge? Of was Milan degene met de Skeledurge? Nee, deze fight is besloten. Dit is klaar. Nou, dan is even nog even kijken. Ik ben 3 keer 3 geweest. Dat gaat voornamelijk tussen Sander en Milan. Voor de
tweede en derde plek. Want tenzij ik in de volgende ronde nog kan scoren met een eerste of een tweede plek, zie ik mij niet voorbij de vierde plek komen. Want hij komt niet door die substituut heen. En als je er wel doorheen komt, kan hij gewoon die substituut opzetten met de Protect. Terwijl Leech hem langzaam killt. Nou ja, dan is dit ook duidelijk. Maar zoals gezegd, dit is Paddy's favoriete toernooi nu om het simpele feit van wij doen niks, omdat we te druk bezig zijn om elkaar uit te moorden. Terwijl ik me klaar wil maken om bijvoorbeeld de dingen te overleven, zoals bijvoorbeeld een palafin. Oh, dit is mooi. Milan, de slag moet hem disqualificatie opleveren. De pushy methode. Ja, lead, seed, protect. Ja, er is niks mis mee. Hier is het ding. Als je gewoon mensen laat setuppen, kan je het gewoon gerust doen. Of gewoon mensen hun gang laten gaan. Dan kan je prima daar doorheen komen. Maar ja, ik heb die moves wel. Maar ik word gekild. Nou, dat is duidelijk. Maar dat wist wel. Dus Paddy heeft sowieso dit toernooi al gewonnen. Het gaat nu om de tweede, de derde en de vierde plek. Mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Laters.